Zo, lieve mensen. Ik ben bijna jarig. 11 november ben ik altijd jarig. En in deze periode mag je maar 2 mensen in huis uitnodigen. En ook maar met 2 mensen op straat zijn. Maar in de supermarkt mag je met 30. Dus 3 man raden waar ik vandaag mijn verjaardag even ga vieren. Het is vandaag zondag. Ik denk, goede dag voor je verjaardag vieren. Ik heb mijn feestmutsje al opgezet. Kijk maar. Dus ze gaan zo'n karretje maken, pakken en dan gaan we gewoon weer even lekker zingen. Zingen in de supermarkt. En dit keer zingen we Lang zal ik leven. Dus als het goed is heb ik medestanders vandaag die met me meekomen in de supermarkt. En we gaan zingen en dan vieren we samen mijn verjaardag. Yay! Ik voel me nu al een beetje jarig, ook door het rare hoedje natuurlijk. Complotgekkies dragen rare hoedjes, toch? Alu hoedjes heb ik gehoord. Ik heb feesthoedje. Dat is net zoiets. Zo. Even ook heel veel Sint Maarten snoep halen natuurlijk. Vooral die kindjes straks aan de deur. Dus dat ga ik nu hamsteren. En Diego wil de taart. Dus ik ga voor Diego ga ik de taart halen. Zo. Al exact 1 uur. Nou, bijna nog een paar minuten. Oh ja, dan wordt er gewoon iets langer winkelen. Ik verwacht mijn mensen om 1 uur. Zo. Dan gaan we dan. Lang zal ik leven. Lang zal ik leven. Lang zal ik leven in de gloria. In de gloria, in de gloria. Ik leef hoog, ik leef hoog. Ik leef hoog, ik leef hoog. Ja, hoog, ja, hoog. Ik leef hoog, ik leef hoog. Even kijken. Eerst maar even snoepjes voor de Sint Maarten. Lang zal ik leven. Lang zal ik leven. Lang zal ik leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. 2 violen en een trommel en een fluit. Want Edith die is jarig en de vlaggen hangen uit. Ei, 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 ik ben zo blij. Want Edith die is jarig en dat vieren wij. Hoera, hoera, is de koffie nog niet klaar? Nee, 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 geef me maar een kopje thee. Ik leef, ik leef, ik leef 100 jaar. 100 jaren leven, 100 jaren leven, 100 jaren leef ik in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiep de piep, hoera, hiep de piep, hoera, kunt u er langs zo, mevrouw? Hiep de piep. Hoera! Hoeveel kinderen zullen er komen met Sint Maarten? Dat is altijd maar de vraag, maar nu nog veel meer. Even kijken. We hebben in ieder geval nu wat verpakte snoepjes die ze lusten. Maar dan hebben we nog kinderen natuurlijk met, hoe heet dat? Lactose-allergie. Even kijken of we daar nog wat voor kunnen halen. Ja, jongen, je gaat echt verkeerd in. Even kijken. Snoepjes, snoepjes, snoepjes. Dit is niet wat ik zoek. Moet je de andere kant op.